De burcht in Londerzeel heeft heel veel geheimen. Er zijn legenden, er zijn volksverhalen. En eigenlijk zijn de mensen hier altijd op zoek geweest naar de waarheid. En daarvoor hebben ze gegraven in de grond en gegraven in de archieven. We gaan ons laten meevoeren met de legende. We gaan ons verwonderen over nieuwe theorieën. En we toetsen alles af bij de archeologen die hier 33 jaar geleden de aarde omwoelden op zoek naar de harde bewijzen van ons verleden. Londerzeel, dat is uiteindelijk toch een toponiem dat tot de vroege middeleeuwen, dus dat is 8e, 9e eeuw, teruggaat. Dus waar die bewoning juist gezeten heeft, kunnen we nu niet zeggen. In elk geval niet hier. Maar in elk geval is het zo dat de naam Londerzeel is dan wel dus hier toepasselijk of overgebracht op het dorp dat ontstaan is aan de voet van de Mop. Rond 955-965 na Christus werd er in deze bocht aan de Molenbeek een motte opgeworpen. Dat weten we dankzij het onderzoek van Mark de Wilde, Anton Ervink en Peter van der Plaatsen. Zij vonden een stuk paal die dateert uit die periode. Waarschijnlijk is het zo dat het opwerpen van die motten, van het opwerpen van deze versterking, te maken heeft met een machtsstrijd binnen Brabant tussen twee families. De Berthouts en de graven van Leuven. De Berthouts wierpen de motten hier dus op als militaire verdedigingspost. Maar wat is een motte eigenlijk? Een motte bestaat altijd uit een opperhof en een eerhof. Het opperhof is het militaire gedeelte. En dus als een heuvel met redelijk steile hellingen omgracht. En zoals hier in Londerzeel bijvoorbeeld was dat een gracht van 30 meter. En dus wel degelijk de bedoeling om zich te kunnen verdedigen. Op die motte stond een toren. Door het feit dat de motte afgetopt is, vinden we daar in Londerzeel niks van terug. En, maar dus dat was waar men zich verdedigde. Een aarden heuvel eigenlijk met eventueel een houten palissade. En die moet een stuk hoger geweest hebben. Dat hebben we wel gemerkt, dat men Hans de Zaak meters heeft afgetopt en die de grond in de hellingen heeft gestort om de oppervlakte te vergroten. Aan de voet van die motte had je een neerhof, dat eveneens omgracht was, maar waar dus eigenlijk het dagelijks leven zich afspeelde, waar misschien ook een kapel stond. Een kapel die kan uitgroeien tot in bepaalde gevallen de dorpskerk. Wij hebben beslist om geen onderzoek te doen in het neerhof. Ten eerste zit je daar in een natte context, maar ook je bepaalt een onderzoeksstrategie. En die onderzoeksstrategie was in 86, 87 de motte zelf. Nu, dat neerhof ligt daar nog onbedreigd en is misschien een onderzoeksthema voor de toekomst. Het neerhof was vermoedelijk ook omgracht en versterkt met een houten palissade. De archeologen vermoeden dat het zich uitstrekte tot halverwege de huidige Kerkstraat, Gildestraat en Brusselse straat. Het dorp Londerzeel is dus ontstaan uit het neerhof van Haarburgt. De centrale as van het neerhof was de huidige Kerkstraat. We hebben de begrenzing van het oude Londerzeel, als we dat zo kunnen zeggen, het vroege Londerzeel, door de Molenbeek, door de wal en door een waterpartij die vroeger ook aansloot bij de vijver van de pastorij, die nu het Eldeplein is. Dus daar stond. En die zwaaide door, terug het dorp in met grachten. Eigenlijk had Londerzeel zo drie waterlinies. Eer je hier kwam, tenminste, eer je in het centrum, in het militaire centrum van de Brugt kwam. Vanaf 1050 was er economische bloei. De graven hadden dus wat te rapen in hun gebieden. Steen ging vlot van de hand, laken werd een belangrijk exportproduct en ook de jaarmarkten trokken meer en meer volk aan. Alle elementen waren dus aanwezig om een woelige strijd te starten tussen de verschillende graafschappen om zoveel mogelijk gebied, macht en geld. En Londerzeel lag midden in het strijdtoneel. Het conflict is in feite gegroeid om economische redenen. De Berthouts waren op kruistocht gegaan,
komen terug met de zegen van de paus. Ze hieven dus taksen op de Gobertangesteen. Nu, wil die Gobertangesteen maakte deel uit van het gebied van Leuven. Daardoor maakten ze dat de kosten voor de graaf van Leuven oog opliepen, om zijn steen nog te kunnen verkopen. We moeten niet vergeten dat we in een periode zitten van het ontstaan van de gotiek en van de vorming van de heel veel kerken. En daar was een cent mee te verdienen. De machtsstrijd die speelt zich af in de eerste helft van de 12e eeuw. Dat wordt beklonken met de inname van de burcht van de Bertouds. Dat is de Senecaberg, zoals die nu heet, in Grimbergen. Maar die Bertouds hebben dus in hun groter terrein, in hun territorium, nog op een aantal plaatsen dergelijke mottes opgeworpen. Dat zijn dus versterkte heuvels, hè, waarop een toren staat, waar zij zich kunnen verdedigen. Maar je moet het dus vooral bekijken als een soort van territorium waarop verschillende van die sterktes, van die versterkingen staan. De heren van Grimbergen hadden ook de zennen in handen en vroegen hoge taksen om de rivier te gebruiken. De Grimbergse oorlog was onvermijdbaar en woedde in onze contreien van 1139 tot 1159. De kern ligt in Grimbergen. En dus als die site verwoest wordt, en dat is in 1159, dan is het afgelopen met de Bertouds. Ze mogen geen nieuwe sterktes meer bouwen of ze nog benutten. En dat zal ook betekenen dat bijvoorbeeld de motte van Londerzeel zal gediend hebben, laten we zeggen, van 1100 tot 1159 en niet langer. Het einde van de motten in Londerzeel betekent zeker niet het einde van deze geschiedenis, wel in tegendeel. De burcht komt in handen van de Van Viandes en zij zijn verantwoordelijk voor de bouw van de eerste stenen burcht. De Bertouds als familie zijn uitgestorven, dus waren hier niet meer. De laatste Bertoud was een dame die getrouwd was met iemand van de familie van Perwee. En die is dan is het overgegaan naar de Van Viandens. Godfried van Vianden had een heel belangrijke burcht in Corroix. En dat wordt ook zo'n beetje als de stamzitte van de Van Viandens gezien. Het was een van de meest invloedrijke families van die tijd, met banden in zowat alle Europese koningshuizen. Door ruzie met het graafschap Luxemburg verhuisde Philips van Vianden naar Brabant, naar de gebieden van zijn echtgenote. Hij en zijn zoon Godfried bouwden enkele stevige bakstenen burchten. Zoals hier in Corroy-le-Château, waar hij in het zuidelijk deel van zijn rijk een majestueuze burcht bouwde als verdediging tegen Vlaanderen. Alors, vous êtes dans un salon tout à fait actuel, mais à l'intérieur d'un grand château fort, qui est le château de Corroy-le-Château, et dont l'aspect extérieur est tout à fait différent de ce qu'on voit à l'intérieur. Tout simplement parce que depuis 1095, il est toujours passé de famille en famille jusqu'à la mienne et qu'on y a toujours habité. Mais le château a été construit en fait par le comte de Vianden pour défendre le sud du duché de Brabant à la fin du XIIIe siècle, étant donné que ça concerne la Flandre, ça. Parce que le comte de Flandre, Guy de Dampierre, a racheté en 1261. Au 62, il a racheté le comté de Namur. Et donc, le duc de Brabant s'est trouvé encerclé par la Flandre d'un côté, par les Dampierre de Flandre au sud, et un peu plus tard, par le prince-évêque de Liège, Jean de Dampierre. Donc, il était
complètement visé par la suprématie flamande à l'époque. Et il a voulu construire un château ici pour protéger le sud de son duché, qui était ce qu'on appelle le Brabant Wallon. De archeologen trekken een parallel tussen beide burchten. Londerzeel zou wel eens de noordelijke verdedigingslinie kunnen geweest zijn voor de Van Viandes. Wanneer we dus willen weten hoe onze burcht er ongeveer moet uitgezien hebben, komen we best hier eens kijken. J'aime beaucoup les visiteurs flamands. Ce sont des visiteurs très sympathiques. Et puis, plus on est nombreux, plus on rit. Mais ici, ils ont en tout cas, ils retrouvent un frère architectural de ce qui existait à Londerzeel. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de traces du château de Londerzeel, mais il a appartenu, en tout cas, à la même famille et en même temps. Donc, les gens de Londerzeel, ils sont les bienvenus. Eens dat Brabant, de opkomst van Brabant begonnen was na Woeringen, wordt Brabant echt een centrum dat de edelen aantrekt. Het was een plaats van bijeenkomst, reeds toen reeds. En we moeten ook niet vergeten dat de middeleeuwers zeer bewegelijk waren. Ze reisden van hun kasteel naar een ander kasteel dat ook van hen was. Of bij vrienden en zo verder. En dat was telkens bijna een verhuis. Die trekken rond. Dus die zullen hier wel een tijd verbleven hebben. Dat is een feit, maar dat is moeilijk de vinger op te leggen. Hoeveel en hoe lang. Feit is dat de Van Viandes het hier wel degelijk naar hun zin moeten gehad hebben. Het archeologisch onderzoek stuitte op enkele merkwaardige ontdekkingen. Als je op zo'n site toekomt, moet je keuzes maken. Het is onmogelijk om alles 100% op te graven. En de taak van een archeoloog is het reconstrueren van die woongeschiedenis. En hoe begint je daaraan? Wel, de enige oplossing is proefsleuven trekken. De archeologen vonden de overblijfselen van een woontoren opgetrokken in rode baksteen en met een diameter van maar liefst 10 meter. Op de toren sloot de weermuur aan. Binnenin de toren was er een stortkoker met 2 openingen. 1 opening in de woontoren en een 2e, smallere opening in de kelder. Langs deze weg konden de bewoners afval in de slotgracht storten. We hebben dus ook hier ongeveer ter deze hoogte opnieuw een sleuf op de hellingen getrokken en zijn we op die gigantische woontoren gekomen. Dus die woontoren, in het landschap niets van te herkennen. Ook de topografische opmeting gaf ons geen enkele indicatie voor die woontoren. Dus daar is een groot deel van het onderzoek zich op geconcentreerd. We hebben die ook volledig in kaart gebracht. En van daaruit wilden we dan ook een zoeksleuf trekken op de gracht. Want die zag er eigenlijk vrij imposant uit. En op de topografische kaarten, onder andere op de Ferrari's kaart, vinden we hier een heel importante omwallingsgracht. Maar door de aanwezigheid van Eternit hebben we toch maar wijselijk besloten om niet volledig erdoor te gaan. Maar de walgracht moet wel behoorlijke breedte en dan spreek ik toch van een paar tientallen meters. Als we de bouwelementen die door het archeologisch onderzoek naar boven kwamen samenzetten en aanvullen met enkele redelijke veronderstellingen, dan komen we in de 14e eeuw tot een Londerzeelse burcht met 3 torens, een imposante woontoren met vermoedelijk aansluitend keukengebouw en een poortgebouw met ophaalbrug boven de brede slotgracht. Alle elementen voor een flink middeleeuws kasteel, op 1 na. Een van de meest hardnekkige, maar ook van de meest tot de verbeelding sprekende legende is die van de onderaardse gang. Toen we school liepen, vertelde de meester ons dat er een onderaardse gang bestond van de burcht naar het kasteel van Diepenstein in de Steenenvoet. Andere verhalen situeren de onderaardse vluchtgang naar het verzonken kasteel de Boogaarden. Dit kasteel zou op een nacht, heel lang geleden, in de grond verzonken zijn omdat, zo zeiden de mensen, de duivel er zich meester van gemaakt had. Van de vluchtgang van de brug is nooit een spoor gevonden. Maar
De mensen weten zeker dat hij bestaan heeft. Op een gegeven ogenblik is hij door overvallers volgestouwd met buskruid. Alles werd verwoest. Niet alleen de gemetselde gang, maar ook de brug zelf. En doordat de onderaardse gang naar de boogaarde leidde, ontplofte ook dat kasteel. En de brokstukken zonken in de grond. Het verhaal van de onderaardse gang inspireerde eeuwenlang jong en oud. Er werd gezocht en gegraven dat het een lievelust was. Manneke, manneke, weet je wel wat dat niet van onder? Nee. Naar gang. Zo breed dat er met twee kruiwagens te verzien kost eraan. Tot in Steeneffel. Ze hebben ons wijsgemaakt al wat ze kwijt wouden in een suis van fantasie die ons zo prikkelde dat we de hand aan de ploeg hebben geslagen en we zijn met ons schoppetjes stiekem naar hier gekomen. We waren niet welkom, want Mieke van den Burg joeg iedereen weg omdat het privaat was. En natuurlijk daarvan dachten we, daar begint de onderwaartse gang. Naar de Watermolenstraat, naar het kasteelkinder en nog een tweede onderwaartse gang richting de Nendelhof. Maar de grond was zo hard niet te doen dat we het moeten opgeven en we na 30, 40 centimeter al. Maar we hebben toch een scherf gevonden. Is er een onderaardse gang? Dat denk ik niet. Trouwens, als je hier dus een paar meter diep graaft, dan zit je in het water. Dus een onderaardse gang is uitgesloten omdat die altijd volledig vol water zou staan. Dus. Als ik alle geheime hangen zou moeten opgegraven hebben, dan was ik nu nog bezig. Maar dat is een mythe die we in alle dorpen tegenkomen, die overal verteld worden. En heel dikwijls, als ze wel degelijk aanwezig zijn, gewoon rioolhangen zijn en geen vluchtgangen of zoiets. Wat er op het burgterrein alleszins wel in overvloed te vinden was, waren dierlijke resten. Resten van wulken, slakken, een twintigtal verschillende vissoorten, maar ook een adder en heel wat zwarte ratten. Ik ben hier aan het opgraven. Ik werkte toen op dat moment op hetzelfde labo van Anton. Anton was aan een doctoraat voor zwarte ratten aan het werken. Ik herkende, dacht ik, zwarte ratten. Ik heb hem direct gecontacteerd. Hij heeft een auto genomen en bij wijze van spreken dezelfde dag of dezelfde dag stond hij hier. Peter en ik zijn hier eigenlijk nogal ver gegaan in het bemonsteren, het uitzeven van gigantische volumes sediment om daar de kleinste dierenresten uit te halen. En het is eigenlijk de eerste mooie reconstructie van wat er gebeurde tussen mens en dier op zo'n kasteel. En om eerlijk te zijn, toen ik hier voor het eerst kwam, had ik niet zo'n danig grote verwachtingen van dit site, want er was Ocharme maar één torentje van over. En dan dacht ik, ja, wat voor een kasteel is dat? In Gent weet ik er mooier staan, bijvoorbeeld. Maar als we die dierenresten zijn beginnen bekijken, dat heeft meegeholpen om te doen beseffen dat dit een heel belangrijke site was. Op drie verschillende plaatsen stuiten de archeologen op keukenresten. Een eerste vindplaats komt overeen met wat de achterzijde van een keukengebouw moet geweest zijn. De tweede plaats duidt op etensresten die uit het raam van de woontoren werden gekieperd. De derde vindplaats is de stortkoker, maar dat is van een latere bewoningsfase. Anton Ervinks' werk zet ons vandaag mee aan tafel met de Van Viandes in de 13e eeuw. Uit de aard van dat etensafval kan je afleiden dat dit hele belangrijke en nobele rijke mensen waren die hier zaten. Want afhankelijk van je inkomen en je kapitaal eet je anders natuurlijk. Dat vleesaanbod, dat is meestal in alle middeleeuwse sites bestaat dat uit rund, schaap en varken. Maar wat je hier ziet, en dat is typisch voor hoge status kastelen, is een heel hoog percentage aan varkensvlees. Je moet rekenen, varkensvlees was culinair in die tijd de top. Dat werd als hoger aanzien dan rund. Het dier werd meestal uitgeslacht. Schapen, daar was men niet zo zot van. Maar het varken, en zeker jonge varkens, dat was de top. En het was ook een manier om van een kasteelheer om te tonen hoeveel bezit en macht dat hij had. Een varken was toen nog geen boerderijdier. Het werd gehoed in uitgestrekte eikenbossen. Veel varkensresten wil dus zeggen een machtige kasteelheer met veel bosgebied. We hebben honderden onderkaken van die dieren gevonden en met name op de helling van de Motte.
in het stuk waar we denken, dus dichtbij de woontoren, het stuk waar we denken dat ook de keuken waarschijnlijk zich bevond. Zo'n rijke kasteelkeuken, dat is heel veel wild. Qua groot wild valt dat hier een beetje tegen. We hebben ree, we hebben edelhert, maar niet echt in grote aantallen. Maar je hebt vooral veel gevogelte. Er is hier zilverijger gegeten, houtsnip. Dat zijn dingen die je nu niet meer op tafel krijgt, maar die naar verluid zeer, zeer lekker zijn. We weten ook dat er hier een warande was op het gebied van het kasteel. En in een warande, dat is een afgesloten jachtgebied, daar kweekte men in die tijd vooral konijnen. Samen met patrijzen. En konijn, sommige mensen weten dat niet, dat is een dier dat hier van oorsprong niet voorkwam. Is ingevoerd in de middeleeuwen door de abdijen en de kastelen. En had een hoge status. Men gebruikte dat allereerst als bontproducent. Maar men ging het dier dan ook natuurlijk heel snel eten. En dus konijn aanbieden, dat betekende dat je feodale rechten had. Dat je adellijke rechten had. Het was niet aan iedereen toegelaten en gegeven om konijnen te houden. Op een rijke tafel hoort mooi servies en ook daar werden op de burcht de nodige restanten van teruggevonden. Het Vlaams hoogversierd aardewerk, zoals je het nog kan zien in de vitrinekast in de kerk, werd aangekocht bij de betere pottenbakkers in een stad als Mechelen. Je kan het herkennen aan de gele versieringen in pijpaarde op glazuur. Er zijn geen documenten die het eten hier specifiek kunnen belichten. Maar we weten wel in het algemeen over dergelijke adellijke sites dat zo'n middeleeuws banket, dat bestond uit het alles door elkaar eten. Heel veel schoteltjes op tafel met allemaal verschillende dingen. Er zat geen volgorde in het banket. Dus het concept van een voorgerecht, dat komt pas veel, veel later. En men at een stuk vis en een stuk vlees en een gevogelte, allemaal door elkaar. En wat er zeer belangrijk was in de middeleeuwse bankettencultuur, dat was het uitzicht was minstens zo belangrijk als de smaak. Dus als je dieren kon opdienen, zoals bijvoorbeeld een zilverreiger of zo, dat was heel belangrijk. Zelfs al smaakte dat dier niet goed, dat was minder van tel. Dus het gaat allemaal over pracht en praal. Die eerste fase valt zo stil rond 1375. En dan blijkt dat de motte niet meer benut wordt. En de volgende bulk aan archeologisch materiaal die we vinden, situeert zich rond 1500. De meeste vondsten komen uit de stortkoker. Dat is dus in feite een soort uitgespaarde schacht in het muurwerk van de woontoren. En dat gaf gewoon, dat verbond de latrine, dus het toilet zeg maar, op een van de bovenverdiepingen met de slotgracht. De vuilbak van het verleden maakt een archeoloog content. Hè? Omdat je daar eigenlijk een archeoloog is iemand die schart in de vuiligheid van een anderen en daar die informatie uithaalt. Daar zat een skelet in van een hondje, er zaten wat etensresten in, maar helemaal bovenin. En dat is wel bijzonder, was samen met aardewerk uit de vroege 16e eeuw zit het volledige skelet van een kalkoen. En kalkoen is natuurlijk, dat weten we, dat is een vogel die meegebracht is na de ontdekking van Amerika, dus door Columbus misschien als eerste. En dat zo'n dier zo vroeg, dus eigenlijk 10, 20, 25 jaar na de ontdekking, hier al aanwezig was op de site. Dat betekent dat er hier toch nog bijzonder volk zat. Want we hebben nu net een overzicht gemaakt van waar we in Europa die hele vroege kalkoenen vinden. En dat is altijd in de woonplaatsen van topmensen. Of militair, of heel hoge adel. Dus er is hier volk gepasseerd in Londerzeel op die moment, waarvan we voor de rest heel, heel weinig weten, die toch van heel hoge status was. En die hebben hier een volledige kalkoen nagelaten. Het dier vertoont snijsporen, dus er is iets mee gebeurd, maar is niet volledig opgegeten, dus het zal altijd een mysterie zijn. Na de fameuze kalkoen werd het weer even stil op de burcht. De stortkoker werd vrij abrupt volgestopt met allerhande afval en in 1535 wordt de burcht beschreven als een oud vervallen huis. In 1543 wordt ene Willem van Oranje eigenaar van het burchtdomein. Maar of hij daar wakker van lag, is zeer de vraag. De burcht komt op een gegeven moment in bezit van de familie van Nassau. Maar om nu te gaan zeggen dat Willem van Oranje hier geweest is, dat denk ik niet. Maar het komt gewoon in het bezit. Dat is het maar. Hè. Dus meer is dat niet. Maar het was wel genoeg voor een volgende Londerzeelse legende. De graven Egmond en Horen, bondgenoten van Willem van Oranje, brachten volgens de legende hun laatste nacht door in Londerzeel. Maar wie waren Egmond en Horen eigenlijk? Dat zijn twee ongelukkige mannen.
die dat op 5 juni 1568 op de markt in Brussel zijn terechtgesteld. Hertog Alba, die vond die niet betrouwbaar. Het verhaal van Egmond en Horen, dat laten we voor mogelijke fantasie. Dat is niet bewijsbaar dat die hier geweest zouden zijn, maar ze waren wel lid van het Eedverbond der Edelen, die eigenlijk Willem van Oranje steunde. Dus heel die context maakte dat het Londerzeel geviseerd was. Wel, een verband met Egmond en Horen is niet onmiddellijk aanwijsbaar uit het archeologisch verhaal. Trouwens, ik denk dat Egmond en Horen zich vooral in Brussel zullen opgehouden hebben. We zitten ondertussen midden in de 80-jarige oorlog. De Geuzenoorlog van de Nederlanden tegen de Spaanse overheersing. Het ging om onvrede onder de adellijke, om godsdienst en inquisitie en om Engelse wol. We zat dus in die periode met de Geuzenopstand aan de adel, aan de Geuzen. De Geuzen in Vlaanderen, dat was een economisch probleem. Omdat dus de wol lag stil. En dan zijn die overgegaan naar een godsdienstig probleem. En die zijn dus van alles beginnen stuk te slaan. Willem van Oranje vluchtte tijdig naar Duitsland. Philips II van Spanje trachtte de opstandelingen in het gareel te houden, eerst met de hulp van de hertog van Alva en later van Alexander Farnese. Hertog Alba is met een leger uit Spanjaarden vanuit Italië naar België gekomen. Ze zijn in Luxemburg binnengekomen, dan naar Brussel gegaan. En wat heeft hij gedaan? De eerste de orde die dat hier was in België, die heeft hij gewoon geliquideerd en hij heeft alles gaan in handen nemen, want hij was in opvolging van zijn vader, keizer Karel, was hij dus de heer van de zuidelijke en noordelijke Nederlanden. Na Alva is er even een heropleving van de nieuwe leer. De nieuwe leer zijnde het protestantisme. Op die opleving reageert Philips terug en stuurt Farnese naar de zuidelijke Nederlanden. En hij wil Brussel veroveren. Maar om Brussel te veroveren, moet het omliggende eerst veroverd worden. En zijn leger begint, zijn veldtocht begint in Oudenaarde. Dat wordt platgelegd. Dan volgt Ninove, dan volgt Assen. Volledig in de fik. Dan volgt Grimbergen en Londerzeel. En Grimbergen en Londerzeel is nu eenmaal bewoond, volle eigendom van Willem van Oranje-Nassau. Dan wordt het wel zeer heet hier. Zij bleven in feite aanhangers van Van Oranje, omdat dat hun eer was. Hè. Dus men blijft zijn eer trouwen in die periode. En het is daarmee dus dat zo'n bagatelle als Londerzeel zo hard geleden heeft. Hè. Sorry voor het woord bagatelle, maar zou ik zeggen, dat is geen stad. Hè. Heeft Farnese de burcht en de kerk verwoest in een niets en niemand ontziende brand? Was hij op wraak belust omdat het domein eigendom was van Willem van Oranje? Het is begonnen met, als men naar Londerzeel kwam, met overal waar dat er doeningen, opsteden of omwandelde goederen stonden die dat toebehoorden aan Van Oranje, als Irma Grimbergen, men is begonnen met die in brand te steken. En men is altijd maar korter en korter gekomen en men heeft dan ook de kerk in brand gestoken. Men heeft dan ook de burcht vernield. En voilà, de burcht is weg. Op het torentje na. En wat het ergste van Londerzeel is, men heeft dus de koffer met alle gegevens en archieven die zaten. En die zich bevond in de kerktoren. Die is verbrand en Londerzeel is al zijn archieven, rechtstreeks archieven, van voor 1582 kwijt. De 80-jarige oorlog eindigde met de Vrede van Münster in 1648. Ons burgdomein wordt vervolgens in opdracht van de Nassaus beheerd door een lange waslijst aan meijers en rentmeesters. Sommigen bouwen en renoveren op het domein,
Anderen lijken het eerder aan zijn lot over te laten. Zeker is dat het gebouw vanaf het einde van de 17e eeuw verbouwd wordt tot het herenhuis dat er vandaag nog steeds staat. Het herenhuis komt eind 18e eeuw in particuliere handen en de laatste bewoners van de burcht waren de zusters Augustijns. Maar we missen nog een belangrijk fictief personage. Wij hebben een boek gelezen, gevonden, van een zekere Lodewijk die in 1885 een boek schrijft over de Zwarte Ridder. In het verhaal is Don Alvarezo, een Spaanse edelman, in dienst eigenlijk van de Spaanse koning. Dus, met andere woorden, een pion voor de legeraanvoerder Farnese. Hij wil uiteindelijk via de onderaardse gang, die leidt naar de grote diepe bossen in de omgeving, de poort openzetten voor al straks de troepen van Farnese onze gebieden hier in Londerzeel komen inlijven. Het is eigenlijk een spionageverhaal, maar natuurlijk doorspekt met wat liefde en romantiek. De 19e eeuw is de eeuw dat dus eigenlijk heel graag teruggrijpt naar zo dat middeleeuwse verhaal, naar de roemrijke periodes natuurlijk. En daarvoor onze geschiedenis van de burcht een zeer dankbaar element levert. Excuse my wrongs with virtuous cloak. Shall I call her good when she proves unkind? Are those clear fires which vanish into smoke? Must I praise the leaves where no fruit I find? No longer shall for body stand. Thou mayst be abused if thy sight be dim. Cold love is like two words written on sand, or two bubbles which on the water sweep. When the bee thus abuses it still, see she will ride thee never. If thou canst not o'ercome her will, thy love will be thus fruitless ever. Better a thousand times to die than for to live thus still tormented, dear, but remember.